Hartelijk goedemiddag, live video Kampuis Makelaars. Vandaag Sluiskade Noordzijde en het huisnummer is 62. Daar het kanaal, daar je stad. Terrasmus op de hoek en een super toffe woning. Een jaren 30 woning zoals die bedoeld is, met de mooie details. De perfecte ligging, rand van het Rosarium. En heel netjes onderhouden. Kom gauw binnen, dan gaan we kijken. Even de deur dicht. Zo. De eigenaar heeft plannen en heeft ons gevraagd de verkoop op te starten. Nou ja, daar zijn we natuurlijk super trots op. Dat we dat voor hem mogen doen. En dat geeft jullie gelijk de kans om mee te kijken in een werkelijk fantastisch huis. De historie, de mooie onderdelen, glas en lood. Erker aan de voorkant, maar ook sfeervol, hè, pakket. Je zag het al even snel. Ja, dit is super tof wonen. Met je goedvinden beginnen we maar eens boven. Om je gelijk eens een indruk te geven van wat je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Want je weet het, nieuw in de verkoop, dan beginnen we met de live video. En natuurlijk ook hier. En ik laat je zometeen de slaapkamers zien. De indeling. En uiteraard zijn de foto's gemaakt, plattegronden ingemeten en komt die voor je op Funda. En deze video die ik live via Facebook stream, gaan we dan opladen, hè? Zodat je die in alle rust nog even na kan kijken. Zolderkamer, logeerkamer zoals je wil. De zolder aan zich, voor de dingen die je wat minder snel nodig hebt. Goede ruimte, lekker veel licht. Die mooie kap, hè? Voldoende staahoogte ook. En hier de natte groepen, het laat zich raden. Een ketel hier om de hoek. En kom je nou een keer kijken, ja goed, dan gaan we natuurlijk heel veel details vertellen. Over isolatie, over gebruik. Bouwjaren van bijvoorbeeld een cv-ketel. Maar voor nu, eerst maar eens even een globale indruk. Werkkamer, hier aan de voorzijde. En als het criterium bed, kast, bureau is, dan kan dat perfect. En helemaal in deze kamer. Mooie grote kamer. Ook aan de voorzijde. Hè? Hier mag je dan even naar buiten kijken. Let op, komt ie. Super plek. Dubbel glas. In de vaste ramen. Glas en lood. Natuurlijk als enkel glas. De vaste kasten sla ik even over voor nu. Maar kom je nou kijken. Ja, dan gaan dat soort ruimtes natuurlijk voor je open. En hier de hoofdslaapkamer aan de achterzijde. En de zon in de tuin. Daar kom ik natuurlijk zo nog even. Om je ook daar een beeld van te geven. Mooi de paneeldeuren nog, hè. De originele indeling zit er nog in. De detaillering in de trap. Glas en lood op de overloop. Ja, we hadden het al even in omschrijving gezet, hè. Een jaren 30 woning zoals die moet zijn. Maar dan wel met de huidige moderne eisen. Het toilet is apart. Van de badkamer. Ja goed, en die is natuurlijk luxe, compleet, lichtbad. Daar je meubel en de douche ook hier. En dan hoop ik dat je langzaam zo een indruk krijgt van je nieuwe huis. Mooi, hè, zo met die deuren. Hier begonnen we. Hal entree, zoals dat dan zo mooi heet. Daar zit ook de meterkast, die sla ik even over. De granito vloer, die is nog origineel. En de woonkamer had ik al even snel laten zien, maar nu wat uitgebreider. Lekker licht, hè, door die erker. De zon komt hartstikke mooi naar binnen. Ruimte voor je auto. Ja, speelhoek voor de kinderen. Werkkamer beneden, geef er maar een invulling aan. Het kan allemaal. Je ziet die mooie breedte terug, hè? Dus veel ruimte. Natuurlijk overal radiatoren. En hier in de serre laat het zich raden dat dat een lekker plekje is. De kelder blijft een verrassing. Daar mag je in kijken zo gauw we
hier samen gaan kijken natuurlijk. De deur daarnaast is het toilet, die laat ik je wel even snel zien. Dezelfde betegeling ook boven. Netjes doorgevoerd. En de keuken, daar zit alles op aan en in. Zwivel, hè? Past er mooi bij. Natuurstenen blad. Super tof kooktoestel. Kijk eens. Die aga, die is er perfect tussen gezet. En de doorloop de tuin in. Hier je garage. Die bergruimte is natuurlijk onmisbaar, hè. En hier lekker in de zon onder de overkapping. Het houthok van de kachel. Het laat zich raden dat het goed toef is hier. En dit is de achterkant van je nieuwe huis. Zoals gezegd, hij staat klaar. Vandaar de plattegronden, de foto's. Kijk er in alle rust naar. Deze video, die zorgen we dat daarbij komt. Die kun je dan in alle rust nog een keer terugkijken. En als je denkt, ja Thijs, dat is leuk. Maar ik wil hem gewoon zien, bel ons, hè. Agenda's zijn beschikbaar. We gaan heel graag met je kijken. En als je denkt, ja, dat is leuk, maar ik moet mijn eigen huis nog verkopen. Nou ja, ook daar zijn we je hartstikke graag bij van dienst. En wie weet maak ik dan volgende week bij jou wel een video. Voor nu was dit het. Dank voor het meekijken. Heel graag tot ziens hier aan de Sluiskade. Of bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.